En hoe is het bij jullie vandaag? Alles nog steeds in orde? Ik ging er toch al vanuit dat ze handschoenen, eventueel mondkapjes zouden hebben. Dan gaan we wegrennen en dan gaan we snel naar de auto en dan kunnen we zwaaien. Het is hier echt elke dag wel weer iets anders. Vorige week lag de hele vloer onder stift. Dan is de voorraadkast weer geplunderd. Wij zijn handschuldig aan. Ja, natuurlijk. En jullie moeten ook allemaal kijken naar ons, hè? Ja. Het lijkt als een soort spannende serie of zo. Oh, moet ik mijzelf filmen? Ja, weet ik veel. Ik ga er niet stof zouden. Laat dan gerust even achter. Ja, het is gewoon heel apart. En op een moment voelt het gewoon oké. En denk je, nou, het is niet anders. We gaan er gewoon doorheen. En dus het komt echt wel weer goed. En toen was het weer tijd voor een nieuwe weekvlog. Leuk dat je weer kijkt. Het is vandaag donderdag bij ons. En Ramos en ik zijn op het punt om een lesje peutergym mee te doen. Hij gaat altijd elke donderdag, sinds dat hij 2 is, gaat hij naar peutergym. Echt heel erg leuk voor hem. Maar goed, dat gaat dus nu elke keer al een paar weken niet door. Dus gaan we het online doen. Het is de eerste keer dat we mee gaan doen. Ik ben benieuwd, maar ik denk dat het wel leuk wordt. We moesten een ballon klaarleggen. Een touw, maar die heb ik niet. En een handdoek. Dan kunnen we zo beginnen. Horen jullie ons goed? Ja, volgens mij ga ik het ook niet hebben. Oh, het gouden bak. Oh, die is leuk. Goed zo. En het is natuurlijk de spin. Yeah. En bij onze spin hebben wij altijd een leuk liedje. En een klein spulletje. Zo, daar zijn we weer. Het is inmiddels einde van de... Nee, het is eigenlijk al 6:30 geweest. Ik ben naar kantoor geweest, ik heb gewerkt. En nu ben ik thuis op deze meisjes. Ja, jij zit in je boxshort. Het zit in zijn boxshort. De meisjes zijn uit bed en wij gaan zo eten. Echt een bij elkaar geraapt zootje hebben we. Want Ed die was niet op tijd begonnen met koken. Ja, het is wel zo. Nee, ik had eigenlijk bedacht om aardappeltjes te eten. Dus gewoon aardappels schillen en dan eten. Het beeld is heel donker de hele tijd. Alleen, Ed was dus niet op tijd begonnen. Waardoor het niet meer kon. Want dat moet gewoon even tijd nodig. Dus nu eten we van alles door elkaar. Hey Charlie? Ik ben dus echt nooit bezig met sprongetjes of zo. Maar misschien moet ik me er eens in gaan verdiepen. Ik heb ook zo'n boek aan mijn telefoon gehad. Deze dame die wil echt alleen maar bij mij zitten. En ze zegt nu dus ook mama. En dan is het heel mama. Dan gaat ze heel theatraal huilen. Behalve als ik haar oppak. Hè? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Het is lekkerder dan dat het eruit ziet. Het ziet er niet, het ziet er gewoon niet heel kleurrijk en smaakvol uit. Maar het is wel gewoon lekker. Een beetje op hondenvoer. Ja, het lijkt een beetje op hondenvoer, ja. Je moet wat af en toe. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik ben helemaal aan het haasten. Ik ben net klaar. Het is 10:00. Ik heb de hele ochtend al gewerkt. Tenminste, de hele ochtend een paar uurtjes. En nu gaat Ed met Bobby en Charlie naar het consultatiebureau. Want die moeten dus hun prikjes. En dat gaat dus gewoon door. Dus hij gaat met hen daar naartoe. En ik ga even proberen nog wat verder te werken. Ed gaat jullie even gezellig meenemen naar het consultatiebureau. En kijk hier nou zitten. Alleen wel een hele grote baby die nu ineens hier in deze maxi-cozy zit. Ja. Goedemorgen. Wij staan voor het consultatiebureau. Toch op de een of andere manier wat spannender dan normaal. Normaal gesproken ga ik ook wel eens met z'n hier naartoe. En dan is het gewoon hup. Maar nu in verband met het coronavirus vind ik het toch... Ja, wat zou ik ervan vinden? Ja, ik weet niet. Ga je toch over nadenken of zo van... straks is diegene die prikjes moet geven ziek of... ja, allemaal andere kinderen die daar ook liggen op die kussens en zo. Let's go! Zo, dat was hem alweer. Eerst even snel de handen ontsmetten. Zo. Nou, ze zijn er helemaal aan het nasnikken, keizielig. Maar ze zitten er weer in ieder geval. Dus dat is fijn, bij de BD1. Dus... was niet was heel zielig. Gaan ze allebei keihard huilen zo. En dan ziet de een dat de ander het net gekregen heeft. Dus die andere denkt... Ja, schat. Die andere denkt waarschijnlijk, oh, nu ben ik zo meteen de lul. Dus ja.
best fascinerend, fascinerend bijzonder. Vanuit de GGD en vanuit het RIVM wordt gezegd, ja, de vaccinaties... Vaccinaties moeten gewoon doorgaan. Ik vroeg van, nou, hebben jullie misschien ook handschoenen en een mondkapje? Juist omdat er natuurlijk meerdere mensen hier komen. Die hadden ze eigenlijk niet, totdat ze uiteindelijk ging kijken. Hadden ze toch handschoenen, vind ik toch best bijzonder. Ik kan me voorstellen dat andere dingen binnen andere verpleeghuizen, ziekenhuizen, et cetera, dat daar die mondkapjes en spullen moeten zijn. Alleen je zou verwachten op het moment dat er geprikt wordt, dat er bij een GGD dat ook gewoon voorradig is. Vind ik toch best wel apart. Ik ging er toch wel vanuit dat ze handschoenen, eventueel mondkapjes zouden hebben. Ik dacht ook, die staan gewoon helemaal veilig, zeg maar. Ja. Nou, weet je, er was voldoende alcohol en er is in zoverre hygiënisch gewerkt, alleen, ja, weet je. Ja, ik kwam er niet dicht bij. Ja, weet je, je moet die prik geven, ja. Dat is binnen 1,5 meter, ja. Maar goed, weet je, als... We gaan zo lekker broodjes eten, jongen. Ik zit even mijn kinderen te desinfecteren. Ik moet hier echt letterlijk gewoon alles op slot zetten. Volgens mij kan ik het beste gewoon sloten kopen. Voor alle kastjes, of het nou om eten gaat of om knutseldingen. Oh, zit hier weer stift. Echt. Ik ga proberen met schuurmiddel. Kijken of dat helpt. Het is hier echt elke dag wel weer iets anders. Vorige week lag de hele vloer onder stift. Dan is de voorraadkast weer geplunderd als ik even 5 minuten... Waarom is dit ding zo donker ook? Als ik even 5 minuten buiten ben, of boven. En nu... Oh, het gaat er wel makkelijk af trouwens. En nu weer mijn kastje. Het is er al af, hoor. Het is weer lunchtijd en ik heb lekker een omeletje gemaakt voor mezelf. Met daaronder hummus en dit is augurk. En zoals altijd natuurlijk wel weer wat huilende kinderen op de achtergrond. Maar dat is gewoon even ons leven, jongens. Meisje ligt op bed. Ed zit buiten te werken. Ik ga ook even buiten zitten. Ik ga wat dingen opschrijven in mijn to-do. Een soort van inspiratieboek. En dan ga ik heerlijk in de zon doen. En dit boek. Let op. Is lekker een beetje geknipt door Ramos. Maar goed, we beginnen gewoon met een schone lei. Zo, daar lig ik weer. Begin van de week heb ik een paar dagen met Bobby zo gezeten. Die had echt 40 graden koorts in een paar dagen. Omdat ze 2 voortanden kreeg. Nu is Charlie dus niet lekker van de prikjes. En hij heet het huilen. En als Charlie huilt is het eigenlijk nog erger dan als Bobby huilt. Want als Charlie huilt gaat Bobby ook altijd huilen. Dat is heel apart. En Bobby kan ook niet zo goed slapen als Charlie er niet is. Dus die ligt nu boven een beetje te jammeren. En ik hoop echt dat ze gaat slapen. Dan kan Charlie even gewoon bij mij liggen. Dan kan ze lekker een beetje bij mama uitzieken. Dus ja, dus dat. Ed is met Ramos eventjes lekker even sporten. Of tenminste, Ed sporten. Ramos zit erbij. En het is weer een lekker vrijdag. Dus we gaan frietjes eten. En frikandellen. En de dames hebben een heerlijk maaltje. Met aardappeltjes, courgettes en worteltjes. Ik voel me dan met zo'n vaste frietdag. Een soort van de laatste echt weken. Voel ik me echt zo'n echt gezin of zo. We hadden vroeger altijd vaste frietdag op zondag. Jullie op vrijdag toch? Of zaterdag. Zaterdag. Wij op zondag. En dat vind ik gewoon zo gezinsachtig of zo. Dus daarom vind ik dat ook heel leuk. Lekker traditioneel. Ik las van de week een stukje van een artikel. En het ging over hoe een groot gedeelte in ons brein nou bestond uit het opnemen van social media beelden. Mm-hmm. Bizar. Ja? Wij zijn er ook schuldig aan, hè? Ja, natuurlijk. En jullie moeten ook allemaal kijken naar ons daar niet. Ja, dus die zou niet in een oproep of zo. Nee, precies. Doe meteen een duimpje omhoog. Ja, abonneer ook op ons kanaal. Leuk. Bij de koffie. Is bij de koffie? Ja. Ik denk dat we. We hebben net friet op. Wil jij stofzuigen of moet ik stofzuigen? Oké, top. Als jullie ooit nog een stofzuiger zoeken, dan moet je echt deze nemen. Zo, die zuigt. Mocht je nog de ultieme stofzuiger thuis hebben... Om een beetje tijdsverdrijf te hebben als je niks te doen hebt. Ja, weet je wel. Laat dan gerust... Laat je stofzuiger filmen. Oh ja, ik kan jou ook filmen.
En je hoeft niet mij filmen. Oh, moet ik mijzelf filmen? Ja, weet ik veel. Maar ik had er niet een stofzuiger bij. Laat dan gerust even achter in de comments welke stofzuiger wij zouden moeten kopen. Ik word hier namelijk thuis chef stofzuiger genoemd. Ja. Ik vind het trouwens heel verwarrend. Ik zie mezelf dan in beeld. En ik, je moet naar de lens kijken, maar dat is heel apart. Als ik aan het... Ja, het apart is het. Dus nee, ik vind het heel... Wacht, ze heeft een lol. Dus, goede stofzuiger. En je hebt er eentje, niet te duur. Dan doen we hem even hieronder neerzetten. Wij zijn een weekendkamer aan het maken. Deze quarantaine brengt echt heel veel nieuwe tradities met zich mee. Nou, dit gaan we hier ook weekend doen straks. Als het voorbij is. Als het voorbij is? Nee. Ja, maar dan is het lastig af te leren misschien. Van frietjes eten elke vrijdag tot in het weekend bij papa en mama logeren gezellig. Kijk eens jongen, je bedjes. Ja. Lekker bed gemaakt. Dan gaan we, Bobby en Charlie liggen in het bed. Nu ramen ze even pyjama et cetera aan. Helemaal klaarmaken. En dan gaan we nog beneden thee en koffie drinken. Kijk hoe bruin ik ben geworden. Niet normaal gewoon. Ed gaat de vuurtje stoken zo meteen. Ik heb even een badjas aangedaan. Het is best wel koud inmiddels. Of mist koud. Het is kouder aan het worden. En deze jongens aan het helpen. Gezellig. Hoppatee. Met de plankjes. Kijk uit voor je vingertjes, hè. Ik heb nog twee. Kijk. Goed hoor. Doei. Lekker bij de rest liggen. Ik denk misschien dat ik even een brinkje pakken. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Ik ben eventjes aan het werk. Ik heb een opdracht die ik af moet maken. En daar ben ik gisteravond tot 11 uur mee bezig geweest. Maar dus niet afgekregen. Dus nu ben ik gewoon daar nog een keer mee bezig. En hoop ik dat ik het snel af heb. Straks komen lekker de boodschappen. Dus dan hebben we weer een beetje lekker voorraad in huis. En verder gaan we gewoon vanmiddag een beetje in de tuin. En ons paasweekend plannen. Ik heb best wel nog een soort van persoonlijke to-do-list of zo voor dit weekend. Ik wil gaan kijken voor de cadeautjes voor Bobby en Charlie, want die zijn bijna jarig. Dat soort dingen allemaal. Ik zal het jullie straks even laten zien. Nu ga ik even verder met mijn opdracht en hopen dat het een beetje opschiet. Ik ben even tosties aan het maken zoals mijn moeder ze altijd maakte vroeger in de koekenpan. Dus met een beetje boter erop en dan zo lekker bakken in de koekenpan. Normaal gesproken gebruik ik altijd zo'n tosti-ijzer. En achter mij zit een kind die denkt dat hij al 3 jaar geen eten mee heeft gehad. Dus als je dat hoort, dan is dat het. Is overigens niet waar natuurlijk. Wat ik trouwens op de tosti doe, is echt niks speciaals of bijzonders. Gewoon een beetje hummus, een plakje kaas, Italiaanse kruiden, tomaatjes en kipfilet. En that's it. En we gaan lekker buiten eten. Echt heerlijk. Een tosti. Lekker simpel, maar wel lekker altijd. Wil je altijd eten, mama? Ja, dat is gezellig zo, hè? Ja. Even lekker buiten. Die twee die komen echt bijna niet buiten nu. Dus gaan ze buiten een boterhammetje eten. Eentje met pindakaas en deze is met kipfilet. Zo. Zo. Ik wil ook een stukje. Nee, dat hoeft niet, schatje. I wish I knew. Het lijkt er echt wel zo'n hotel of zo. Net gegeten, nu deze alvast schillen voor vanmiddag en morgen. Oh, ik kom niet de huisvrouw. Maar het is wel gezellig. En hoe is het bij jullie vandaag? Alles nog steeds in orde? Ja? In orde? Nee. Nee, want ik zie al, we staan natuurlijk ook echt serieus. Nu krijg ik nee! Wow. Oh. Trouwens, jij krijgt nog geen eten. Oké, nee, lekker. Maar ik mag maar eten. Het is alweer lekker 5:30. We gaan eten. Jongen, lekker. Lekker in de stoel. Lekker. Hoppie, doen. Hoppa, hoppa. Ook weer. Laat eens. Ik heb nog geen bordje. Nee. Oh ja, de bordjes nog. Dat is waar. Dat is best een goeie. Wow. Zo, daar zit Charlie. Lekker hoor. Hè? Ed heeft pizza's gemaakt. Ziet er echt heel lekker uit. Dit is met kip, courgette, rode ui, tomaat en Italiaanse kruiden. Een kaas en tomaatsaus. En dit is hetzelfde, alleen dan met hummus in plaats van tomaatsaus en zonder kip. Nou, proost dan maar alsnog. Hè? Proost. Okay, dit gaan jullie heel vaak nog zien in de aankomende tijd, maar ik vind dit dus zo schattig. Echt. Kijk, ze zitten. Goedemorgen, het is vandaag zondag.
vroeg nog. Ik ben lekker met Ramos aan het wandelen. Heel chill. Het is eerste paasdag en Etty is een paasontbijt aan het maken. Terwijl wij even buiten zijn met z'n tweeën. Er is niemand op straat nu, het is lekker vroeg. De zon schijnt al, dus echt heerlijk. Nu zijn we thuis en gaan we lekker buiten paasontbijten. Dat is wel echt een cadeautje. Het heeft lekker de tafel gedekt. Dus we gaan eten, gezellig. En ik vind het zo leuk dat zij hier met z'n tweeën zo bij zitten, echt. Nee, dat heb ik echt al 10 keer gezegd. Sorry daarvoor, maar ik vind het gewoon zo leuk. Lekker sapje, theetje. Kijk, helemaal goed. Zo jongens, ik ga lekker pasta saus maken. Niet voor mezelf, want ik kan niet tegen heel veel tomaten eten. Daar krijg ik heel erg buikpijn en uitslag van. Dus niet voor mij, maar wel voor Ramos, Bobby Charlie en Ed voor vanavond. Vanmiddag doen we lekker even een borreltje en iets lekkers erbij en zo. En vanavond doe ik gewoon pasta maken. Lekker simpel. Gisteren hadden we natuurlijk al pizza en eergisteren hadden we frietjes. Dus ik heb hier een hele tas. En daar heb ik allemaal wortel in zitten, wortelen en tomaten. En die ga ik gebruiken voor de pasta saus. Het ziet er altijd zo gezellig uit, zo'n pastatje. Je gaat zo meteen nog een klein beetje wortel bij, nog één paprika. En dan kan het lekker gaan pruttelen. Hier ga ik zo meteen een wortelsoep maken voor mezelf voor vanavond. Dan kan ik dat lekker eten. Zal ik jullie nog even filmen om te laten zien hoe leuk dit is? We liggen inmiddels lekker in de tuin en zijn bezig met het Efteling Doeboek. Er zijn allemaal puzzels in en spelletjes en verhaaltjes en die zijn we aan het lezen en aan het doen. Het duurt meestal maar 5 minuten, maar het is wel even leuk. Another meisje. Ja. Kijk. Oké. Okay. Boven naar beneden. Boven naar beneden. Zo leuk, wij hebben echt aan de lopende band vandaag, krijgen we allemaal dingen die mensen bij ons voor de deur leggen. Echt zo lief. Gewoon al 3 keer is de bel gegaan van familie van ons en die zijn al snel weggegaan, zodat wij zeg maar voor de deur iets hebben liggen. Dit en Linda van mijn ouders en hier een heel pakket met allemaal kleertjes voor Ramos en Bobby en Charlie, rompers en ja, oh ja, hele leuke shirtjes trouwens van de Zara, kijk. Dat is misschien nog even een leuke tip. Kijk nou hoe schattig met ballerinatjes en dan van die roesjes. Een kaartje, echt zo, wat echt die kleine dingetjes, tenminste klein, die doen echt zoveel, dat is echt zo leuk. Ik heb briefpapier heb ik uit de kast getoverd. Morgen gaan we leuke pakketjes wegbrengen naar familie. Leuke bloemen of zo kopen en dan een lieve brief erbij schrijven, of een briefje. En die ga ik nu schrijven, dan doe ik dan een leuk envelopje bij en dan hebben wij ook even iets gezelligs om bij iemand af te geven. En een soort van tijdverdrijf morgen, want het wordt geen lekker weer. Dus dan is een hele dag binnen zitten met z'n allen toch minder fijn. Dus gaan we gewoon vanuit de auto dat morgen doen. Maar dat zie je dan wel. En nu ga ik in ieder geval lekker die gezellige briefjes schrijven. I wish. Normaal gesproken dan vier je paas met familie en ben je samen en dan is dat zo normaal. En nu is het gewoon niet zo. En weet je ook gewoon niet wanneer het dan wel weer zo is. En ja, het is gewoon heel apart. En op een moment voelt het gewoon oké. En denk je, nou, het is niet anders. We gaan er gewoon doorheen en het komt echt wel weer goed. Op een andere moment ben ik ook wel verdrietig. En ja, gewoon. Het is gewoon bizar. Het is gewoon kloten eigenlijk. Mocht je trouwens ooit nog een leuk cadeautje voor iemand willen kopen, briefpapier, ik vind het echt heel leuk. Deze is van Flowerbirds.nl. En deze heb ik al geschreven. En hier zitten dus allerlei verschillende soorten leuke briefjes in, een envelop. En weet je, je doet hier heel lang mee. Af en toe schrijf je eens ooit een keer een brief, maar dan is het wel echt heel leuk om dit te hebben. En toen was het lekker borreltijd. We hebben hier gezellig een tafeltje gemaakt met stokbroodjes en een wijntje en een biertje en chips. En nu gaan we beginnen aan een nieuwe serie. En hij heet, hoe heet hij ook alweer, Ed? Klem heet het op NPO. Nederlandse serie, 2 seizoenen. Dus ik ben benieuwd. Ik zal je wel laten weten of het iets is. Of tenminste of wij het eens vinden. Dus we gaan het zien. Lekker chill avondje. Goedemorgen. Het is vandaag maandag. En het is tweede paasdag. Vanochtend al lekker eventjes een paasontbijtje op, gewoon een yoghurtje en zo. Leg gewoon lekkere dingen erbij.
nu net aangekleed en bloemetjes gehaald. Want we gaan dus zo meteen bij familie langs de deur om leuke dingen neer te leggen. Dus dat is super leuk. Ik heb echt even zin in. Heel even de deur uit, maar wel gewoon veilig. En ja, gewoon veilig. Dus dat is fijn. Beetje opruimen zo meteen. Story of my life. En dan kunnen we als Bobby en Charlie wakker zijn, kunnen we gaan. Eindelijk, we iets doen in echt 4-5 weken tijd of zo. Oh jongens, we hebben zulke lekkere paaseitjes gekregen. Dit is chocola. Ik neem deze, dit is een witte. Lekker. Ik wil die witte hebben. Oh, ja, toch die al? Ik wil die witte eigenlijk. Oké, en nu? Zullen we ruilen? Alsjeblieft. Oh, oké. Die mag jij hebben, ik het niet. Zo, daar zitten we dan in de auto. We gaan eerst meteen lekker beginnen met het opeten van het eten. Zoals gewoonlijk. En dan gaan we nu rijden. We hebben 7 adresjes waar we naartoe gaan. We hebben een hele bak in de achterbak vol met bloemen en met kaartjes en met paaschocolade dingen en zo. Dus we gaan eerst naar adresje 1 en dat is hier in Waalwijk. Hè, Ramelsie? Leuk. Kom, en dan gaan we snel aankloppen. 1, 2, 3. Dan gaan we wegrennen en dan gaan we snel naar de auto en dan kunnen we zwaaien. Het lijkt wel een soort van spannende serie of zo. We hebben het nu voor de deur gelegd, aangeklopt. Ze hebben het dus niet gehoord en nu ben ik aan het bellen. En dan hoop ik dat ze wel opnemen. Ze liggen er allemaal bloemen en zo en het waait. Dit is zo raar allemaal, jongens. Maar ja, je moet iets, hè. Fijne opa en oma. Doei. Wow. Is dit een spelletje? Oké. Okay. Nou, dan ga ik Claire dan pakken. Voor jullie neerleggen. En die is ook voor jouw zusjes, Ramos. Oh. Oh, dit is mooi, zeg. Oh, ik ben benieuwd. Dankjewel. Kijk weer terug. En kan jij die snel gaan pakken? Snel pakken. Ja, en voor jouw zusjes. Zo, dan moet je zo even in de auto opmaken, schat. Want het waait, hè? Goed, hier. Leg hem maar neer. Zo, dat was echt heel erg leuk. Nu gaan deze dames lekker naar bed. Ga ik mijn pyjama aandoen en de rest van de dag ga ik lekker chillen. Hé daar! Hé daar! Wat ben je aan het doen? Ik heb mijn pyjama aangedaan. En mijn wederhelft, aka Ramosje, die... Dus ook zijn pyjama aan het pakken nu, want die wil natuurlijk nu ook zijn pyjama aan. En ondertussen ben ik hier gezellig de vlogbeelden aan het bekijken en selecteren. Dus ik ga de vlog nu ook lekker afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En als je het leuk vond. En abonneren als je het ook leuk vindt. En dan zie ik jullie volgende week weer. Take care allemaal. Dikke kus. En volgende week weer. Doei.